Heb jij twee voorbeelden voor de luisteraar die inspirerend kunnen werken? Dat je denkt, dat zijn handige tips en trucs als je een begin wil maken met een duurzame kledingkast. Ja. Nou, als eerste, denk eens na, kan ik het ook tweedehands vinden. Ik bedoel, ik koop alles tweedehands en ik vind eigenlijk ook alles tweedehands. En ja, dus meer mensen zouden dat volgens mij kunnen doen. Want er is zoveel, zijn zoveel spullen op de wereld. Er is ook echt wel iets bij wat jij nodig hebt. En tweede is, als je dan iets koopt, een nieuwe tweedehands, ga je dat kledingstuk ook 30 keer dragen. Dat is een soort gemiddelde wat, nou ja, wat aangeeft dat je je kledingstuk ook goed gebruikt. Want gemiddeld gebruikt een Nederlander een kledingstuk maar 4 keer.